tegen dat fraude. Ja, is niemand wie, is tegen. Nou, wie is er nou tegen fraude, zou ik u bijna zeggen. Nee, iedereen is tegen fraude. Het gaat om de methode die wordt toegepast. De algemene wetenschap dat iemand een uitkering ontvangt, maakt nog geen noodzaak om iedereen maar door zo'n filter heen te halen. En ik hoop ook dat u dat begrijpt. Maar als je niks te verbergen hebt, dan is het toch eigenlijk ook niet zo erg dat ze eventjes komen controleren. En dat we hebben tegelijkertijd ook het recht op een persoonlijke levenssfeer. Maar, en daar wordt een inbreuk op gemaakt. Nee. Zonder redelijke verdenking. En dat is dus het kwalijke. Maar is het zonder redelijke verdenking, is dan steeds de vraag. Want, ja, maar dat is dus het geval. Er is geen verdenking. Nee, iedereen die in Hillesluis woont en in Bloemhof wordt gewoon door zo'n systeem heen gehaald. Ja, maar zo'n systeem zou je dan toch van zeggen, is objectief en ligt niet? Nou, de rechtspraak laat zien dat in het verleden verschillende situaties waren waarbij er sprake was van discriminatie, ik noem het woord. Ja, dat vind ik jammer. Ja, maar dat is weer jammer. We gaan weer discriminatiekaart eruit halen. Nou, maar Het wordt gewerkt. Maar ik wil van jou weten waarom dan discriminatie. Nou, ik zeg niet dat er sprake is van discriminatie, maar er zou sprake kunnen zijn van discriminatie. Maar waarom? Dat kunnen we niet toetsen. Maar waarom? Dat kunnen we niet toetsen. Omdat er in Bloemhof meer dan 15.000 inwoners zijn waarvan wetenschappelijk is bewezen dat er 70% van een buitenlandse komaf zijn. Nou, maar ik zou graag mijn punt af willen maken. Als jullie dat niet erg vinden. Want het risicoprofiel, dat wordt niet openbaar gemaakt. Dus waar wordt op geselecteerd? Dat wordt niet openbaar gemaakt. Dus we kunnen ook niet toetsen of er sprake is van discriminatie. Maar daar hoort mij ook juist dat ik vind dat ik juist die criteria's waar getoetst wordt, bekendgemaakt wordt. Ik vind dat iemand zijn recht op hebben. Ik wil heel even Aard nog horen, want jij spreekt echt van een razzia. Ja, ik spreek van een razzia. Omdat ik heb het ook een sleepnet genoemd. Het zijn er gewoon alleen het feit dat je in Hillesluis op Bloemen woont, is genoeg om digitaal onderzocht te worden.